Mijn favoriete boek is De Magus van John Fowles. Het gaat over een Engelse student die na zijn studie naar een Grieks eilandje verhuisd om Engelse les te geven. En op het Grieks eilandje is eigenlijk helemaal niks te vinden. Er is niemand die de taal spreekt, niemand die echt geïnteresseerd is in zijn lessen, als ik me goed herinner. En hij komt daar in de ban van een soort van een miljonair die een spelletje met hem gaat spelen. En het is heel sadistisch. Hij laat op een gegeven moment geloven dat zijn vriendin is overleden, bijvoorbeeld, helemaal niet waar is. En hij laat oorlogsdingen naspelen om zijn eigen verhaal te vertellen. Maar het is eigenlijk ook het verhaal van Nicholas, waar het boek over gaat. En steeds als je denkt dat je het snapt, wordt er weer een bodem eigenlijk onder je vandaan getrokken. Dus je blijft steeds maar... Op een gegeven moment heb je dat door, dan weet je dat niks meer echt is. Maar dan wil je dat sommige dingen wel echt zijn. Dus je blijft eigenlijk maar vallen door al die vloeren heen die ze steeds onder je vandaan trekken. Het heeft een prachtig einde, het is prachtig verteld en iedereen moet lezen.